Mijn naam is Gert Huisman. Ik ben bedrijfsleider van Zwembad De Beemden. Zwembad De Beemden is een zwembad in de gemeente Het Hoge Land, in het plaatsje Bedum. Wij hebben ongeveer 100.000 bezoekers op jaarbasis. En onze core business bestaat voornamelijk uit het geven van zwemles. Dat doen we ongeveer aan 750 leerlingen per week. Aquasporten geven we hier heel veel, therapie zwemmen. En meer bewegen voor ouderen, baby, peuter, kleuter zwemmen. Dus zeg maar kortom, alles wat binnen de zwembadwereld eigenlijk standaard is, dat wordt hier verzorgd in ons kleine pittoreske zwembadje in Bedum. Wat een van de speerpunten is en waarden zijn die erg hoog hier in het vaandel staan, is inderdaad dat de kwaliteit van de zwemonderwijzers en van de lifeguards en van de instructeurs dusdanig goed is op een bepaald niveau. Hygiëne is een belangrijk onderdeel binnen ons vak. Dus ja, dat zijn wel de twee belangrijkste speerpunten die ons zwembad moet gaan vertegenwoordigen. Dit zwembad waar je nu bent, in het zwembad De Beemden, bestaat al 30 jaar. Dus ja, hoe onderhoud je die in de toekomst? Of moeten we toch overgaan tot vernieuwing of vervanging van? Dat zijn wel wat dingen die ons bezighouden. Meer dan 10 jaar geleden was een vertegenwoordiger hier van Foster Laboratories voor de eerste keer. Toen zijn we eigenlijk binnen met het product Staporex in aanmerking terechtgekomen. Voor de RVS. En dat beviel zo goed, dat product, dat we eigenlijk in de loop der jaren zeg maar, het assortiment hebben uitgebreid met verschillende producten van Vossen die ook heel goed toepasbaar zijn in de zwembaden. En ook de huidige situatie die daarin meespeelt. Want in de tijd van corona was ik op zoek naar handgel. En ik deed een telefoontje naar jullie vertegenwoordiger en binnen 5 minuten was het gefixt. Dus dat wordt ook geleverd door Vossen. Het voordeel is dat wij een stichting zijn en wij zijn dus eigenlijk in principe eigen baas. We zijn geen sportfonds of bad zeg maar, die groot hun schoonmaakproducten inkoopt. Dus we kunnen ook heel specifiek bepalen van welke schoonmaakmiddelen en van welke bedrijven wij de producten willen hebben. Maar toch streef ik er steeds meer na om zeg maar, alle producten binnen één organisatie binnen te halen. Dat is en makkelijk voor de bestelling en ook makkelijk om de productkennis weer over te dragen aan het personeel. Dat ze elke keer weten, oh ja, dit product hoort daarbij. En als het product goed is, kun je net zo goed bij één leverancier ook blijven.